Hoe belangrijk is de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen? Soms geven we de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen de aandacht die het verdient. Op andere momenten letten we hier echter niet goed genoeg op. De waarheid is echter dat de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen heel belangrijk kan zijn. In dit artikel vertellen we je alles wat je hierover moet weten. En hoe je weet of je iets nog kunt eten als de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen is gepasseerd. Waarvoor dient de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen? Een houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen is verantwoordelijk voor het meten van de tijd dat een product al op de plank ligt. Met andere woorden, het is een getal dat je de tijd vertelt tussen zijn creatie en de afbraak. Het houdt ook rekening met verschillende factoren zoals temperatuur, licht en zuurstof. Dit komt omdat ze de datum kunnen wijzigen. De houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen is ook afhankelijk van wat er met het product gedaan wordt. Wat er ook gebeurt, ze moeten allemaal worden gecontroleerd door middel van conserveringstechnieken. Dit omvat onder andere zaken als koelen of invriezen. Op deze manier kan je voedsel gedurende een langere periode in goede staat blijven. Maar hoe dan ook, de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen is belangrijk. Dit is met name het geval als voedingsmiddelen meer aan bederf onderhevig zijn. Immers, deze hebben een hoger risico op besmetting van je gezondheid. Dit geldt met name het geval voor producten zoals zuivel en vlees. Je bent hiervan misschien niet op de hoogte, maar er zijn voedingsmiddelen die volgens de wet moeten worden geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen of een bij voorkeur gebruiken voor datum. Onder deze producten kunnen we ook wijn en alcoholische dranken met meer dan 10 per volume eenheid vinden. Het is waar dat het verstrijken van de tijd deze producten kan laten verslechteren, maar in deze gevallen vormt het geen gevaar voor de gezondheid. Hoe kun je de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen op de verpakking te vinden? De houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen worden niet overal op dezelfde manier gebruikt. Er zijn hiervoor verschillende manieren. Levensmiddelen die niet langer dan 3 maanden houdbaar zijn, moeten op hun verpakking tenminste houdbaar tot of te gebruiken tot vermelden. Dit moet worden gevolgd door de maand en de dag. Als je het voedsel echter langer dan 3 maanden kunt bewaren, moet de maand samen met het jaar weergegeven worden. Als je producten langer dan 18 maanden kunt opslaan, moeten ze het jaar vermelden dat ze verlopen zijn. Wat gebeurt er als de houdbaarheidsdatum voor voedingsmiddelen verstreken is? Allereerst wordt de kwaliteit van het product slechter als het langer bewaard wordt. Dit kan te wijten zijn aan veel dingen, waaronder veranderingen van temperatuur, fysieke overdracht van stoffen op het voedsel zoals zuurstof, geuren en kleuren. Veranderingen als gevolg van blootstelling aan de zon. Als je de houdbaarheid van een voedingsmiddel beter wilt kunnen inschatten, moet je kijken of er veranderingen in het product zijn ontstaan. Uiteindelijk zul je kunnen zien of het tijdens de opslag verslechterd is. Zorg voor de temperatuur van voedingsmiddelen. Vervolgens is er iets waar je rekening mee moet houden tijdens de opslag: de temperatuur van de producten.
als voedingsmiddelen een snelle toename of verandering in temperatuur ervaren, kun je problemen krijgen met de voedselveiligheid. Hoe meer tijd en hoe hoger de temperatuur, hoe groter het bederf. Micro-organismen kunnen snel groeien tussen 4,5 graden Celsius en 71 graden Celsius. Als dit gebeurt, kan je eten binnen enkele uren volledig bedorven zijn. Daarnaast is een ander aspect waar je extra voorzichtig mee moet zijn, het proces waarbij het voedsel ontdooit. Je kunt voedsel tenslotte blootstellen aan bacterieel bederf als je dit proces niet goed doet. Om dit te voorkomen, hoef je er alleen maar voor te zorgen dat je het voedsel goed opslaat. Dit zorgt ervoor dat pathogene micro-organismen zich niet zullen vermeerderen. De ideale temperatuur voor voedingsmiddelen varieert tussen 2 graden Celsius en 5 graden Celsius.